Ik lees dat Assaidi weg wil bij Twente. En hij is transfervrij. En dan, nou, dan gaan bij mij alle bellen in mijn hoofd gaan, die gaan af. Want ik ben altijd een fan geweest van Assaidi. Dat is echt een speler naar mijn hart. Ik bedoel, kijk eventjes naar dit fragment. Assaidi wordt buitenspel gegeven. Had iets moois in gedachten. Steek hem doet dat. Betisbaar, maar let op deze actie. Geweldig. En nog een keer goed kijken. Betisbaar, maar let op deze actie. Geweldig. Dit kan ik oneindig zien gewoon. Dit is Assaidi. Assaidi heeft onvoorspelbare dingen in zijn spel. Hij heeft een onafvolgbare techniek. Hij kan ook scoren. Ik denk alleen maar bij mezelf. Dit is een speler. Ik raak er gewoon helemaal. Dit is een speler gemaakt voor de Kuip. Ja, voor Feyenoord. Ja, Assaidi. En mijn stem gaat ook al weg. Zie je, ik raak er gewoon geëmotioneerd door. Assaidi, dat is een speler die kan de Kuip laten ontploffen. Als hij maar ook een beetje de warmte van het legioen zou voelen, dan gaat hij als een brandweer. En dan laat hij voetbal zien. Dat ze in Rotterdam denken, ja, dit is onze man. Hij is pas 30 jaar. Hij is pas 30 jaar, een licht spelertje. Klein, die kan nog 3-4 jaar mee. Feyenoord, doe mij een lol. Alsjeblieft. Hou Assaidi in Nederland. Hou hem in de Eredivisie. En zet hem in de Kuip.